De coalitie is rond. Het CDA, de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie zijn tot een akkoord gekomen. De komende 4 jaar zullen de partijen onder leiding van Jan-Peter Balkenende in Nederland regeren. In winkelcentrum Woensel zijn de meningen verdeeld over het vertrouwen in Balkenende 4. Nee, Balkenende heb ik het niet zo. Nee, eigenlijk niet, maar er zijn geen betere, denk ik. Ik denk wel dat het een stap in de goede richting is, laat ik het zo zeggen. Balkenende 3 en alle anderen, die vond ik niet zo goed, maar ik denk wel dat we nu goed op weg zijn. Dus ze klinken goed, ik geef ze een kans. Maar of ze 100 dagen halen, dat weet ik niet. Knap hoe ze het met elkaar gewoon klaargemaakt hebben om toch tot een akkoord te komen. En dat vind ik op zich een knappe aangelegenheid. Balkenende 4, heeft u daar vertrouwen in? Absoluut niet. Waarom niet? Omdat ik SP stem en daar helemaal achter sta. En Balkenende vind ik iemand die met alle winden meewaait en erg neigt naar rechts. Nog maar gewoon zoals het nou is. En hopen dat ze 4 jaar volhouden. Als SP er niet in zit, heb ik er sowieso weinig vertrouwen in. Oké, dus dat wordt niks met Balkenende? Ja, dat is nog te zien, maar het heeft niet veel geholpen de laatste tijd. Ik bedoel, de mensen hebben nog steeds niet allemaal werk, dus daarvoor denk ik toch dat de SP nodig is. Balkenende? Wie is dat dan? Heb je er ook soorten dan? Ik ken wel één Balkenende. Dat wordt wel moeilijk, denk ik, ja. Want? Natuurlijk toch PvdA en CDA in één kabinet is, zeg maar. En die zijn toch wel een beetje tegenstrijdigheden die ze op moeten lossen. En dat zal er vanaf hangen hoe ze daarmee omgaan, denk ik. Zover heeft u wel vertrouwen in? Ja, ik denk wel dat Balkenende veel veranderd is sinds hij als begonnen is, zeg maar. En dat hij nu wel wat beter met dingen omgaat. Dus in dat opzicht wel, ja. Dankjewel. Geen dank. Joep.